toen wij in Afghanistan leefden, waren heel veel landmijnen en veel vrienden van ons en kennissen, ze raakten aan verwond. Dus dat is nog steeds een hele grote globaal probleem. Iedere 22 minuten is iemand aan het verwond. Dus wij willen ook onze innovatie hier bijdragen om iets aan te doen. De eerste prototype was de Mind van Bol. Dat was eigenlijk om awareness te creëren. Dat hebben we gedaan, dat is nu 5 jaar geleden al. En nu zijn we dan bezig om drones te ontwikkelen. Dit is onze werkruimte waar wij drones ontwikkelen. Op het moment zijn wij met een droneproject bezig die landmijnen kunnen detecteren en dan schadelijk maken van een hele grote afstand. We vliegen eerst met een kleinere drone, zoals deze. We vliegen over een ruimte, dus deze drone kan het hele gebied in 3D in kaart brengen. Dan op een gegeven moment gaan wij met een grote drone en met robots eroverheen vliegen. Deze robot kan metalen detecteren. De metaaldetector kan al de landmijnen detecteren. En dat wordt dan getagd met een GPS. En dan uiteindelijk, deze robot verwisselen we dan met een robotic arm. Deze robot kan dan detonators eigenlijk plaatsen op de landmijnen. En deze drones kunnen dan eigenlijk echt landmijnen opsporen en onschadelijk maken. Er zijn nog steeds heel veel landmijnen in de wereld. Op het moment zijn er 110 miljoen landmijnen. 1100 jaar, dus meer dan een millennium, zou dat duren als we dan de traditionele technieken gaan gebruiken. Dus met onze techniek zouden wij dat in 10 jaar kunnen helemaal opruimen. Dat is een hele grote stap. De eerste product, de mapping drone, die kan al binnen een paar maanden in productie gaan. Die is al klaar. De grote drones die moeten nog doorontwikkeld worden. Maar we krijgen regelmatig aanvragen vanuit verschillende landen om testen mee te gaan doen. Dus we hebben al vol geboekte planning voor het hele jaar. En we gaan naar verschillende landen om testsessies uit te voeren. Het is natuurlijk een mooie erkenning als we daar kunnen winnen. Dat is ook natuurlijk goed voor onze bekendheid in Nederland. Maar ook, dat is natuurlijk een grote, enorme eer om zoiets in ontvangst te nemen. Eind oktober blijkt of de Mindcafon Drone een Accenture Innovation Award heeft gewonnen. Veelbelovende start-ups kunnen nog inschrijven voor de competitie. Accenture is partner van Studio Startup.